Goedemiddag dames en heren, heel Holland zakt. Hoe zit dat precies? Dat gaat vanmiddag gaat Arjen Snatersen van de gemeente Almere en Alison Jenkins van de gemeente Zaanstad gaan dat van A tot Z, gaan die u vertellen hoe dat ervaren wordt bij de gemeenten die zich op de slappe bodem bevinden. En ik mag dat een beetje aan elkaar praten, maar let niet te veel op mij. Ik wil wel eventjes vooraf de problematiek in het internationaal perspectief plaatsen. En ik wil iets vertellen over bodemdaling en slappe bodem. En dat ten opzichte van de zeespiegelrijzing. Een aantal zaken, zelfs een aantal foto's die ik zal tonen, die zijn al eerder vertoond. Dus er is al behoorlijk wat gras voor de voeten weggemaaid. Maar desondanks. Het internationaal perspectief. Is bodemdaling nou iets wat alleen in Nederland speelt? Nee, dat heeft Gilles vanmorgen al verteld. En ik heb hier even wat voorbeeldjes. U ziet rechtsboven ziet u een voorbeeld uit de Po-vlakte in Italië, waar als gevolg van het inklinken van veen de brug niet zo heel erg goed meer op de weg aansluit. Daaronder ziet u wat er van de uitgestrekte veengebieden in Kalimantan, Indonesië, is geworden als gevolg van bodemdaling. Links daarvan ziet u een monument dat staat in het centrum van Mexico-stad. U mag van mij geloven, die auto en dat wegdek, dat bevond zich voorheen ongeveer ter hoogte van de voet van het monument. En de meest spectaculaire van allemaal ziet u links onder. Dat is een bodemdaling in Californië. U ziet hier waar het maaiveld zich in 1955 bevond. En hier in 1977. En die meneer die erbij staat, die is niet van de kleinste. Bodemdaling in internationaal perspectief. Het lichtgroene lijntje wat u hier ziet, is de bodemdaling in Nederland. Hier ziet u de zeespiegelrijzing. En hier ziet u de bodemdaling zoals die voorkomt in een aantal grote steden onder invloed van drinkwateronttrekking in het algemeen. Maar vele malen groter dan de zeespiegelstijging. En de zeespiegelstijging, daar schrikken we allemaal van. En bodemdaling, dat is nou eenmaal zo. Zo hebben de mensen in Jakarta last van. En hier ziet u dus de zeespiegelrijzing in Jakarta sinds ongeveer 1989. En u ziet dat langzamerhand de stad onder de gemiddelde zeespiegel verdwijnt. En dat betekent dus dat het overstromingsgevaar daar jaar na jaar na jaar toeneemt. Dat is pas echt bodemdaling. Dan praat je over 10 centimeter per jaar. Bodemdaling en slappe bodem wil ik eventjes uit elkaar halen. We zijn geneigd om dat heel erg door elkaar heen te laten, die termen te gebruiken. Bodemdaling, dat wordt veroorzaakt bijvoorbeeld door grondwaterwinning, door gaswinning, steenkoolwinning in Zuid-Limburg. Ook daar spreken we over bodemdaling. We hebben het hier heel vaak over slappe grond. Ik heb hier een voorbeeldje van een stuk veen. Als we dat stukje veen daar zo laten liggen in het gras en het niet keurig in de plastic verpakken, zodat het water er niet uit kan, dan is morgenochtend is het zowat verdwenen. Dan vind je het niet terug, dan liggen er nog een paar vezeltjes. Dat is bodemdaling. Slappe bodem,
dat heeft ermee te maken dat ja, als je de bodem belast, dan wordt die in elkaar gedrukt. En ja, bodemdaling komt nu één keer vaak veel voor in slappe bodemgebieden. Dus er zit wel een parallel in. Maar als we kijken naar de veenbodem in Nederland, ja, eigenlijk drijven we op het water. En we zakken er nog net niet in, zodat we help, we verzuipen moeten roepen. Overigens, we praten steeds over veen. Wees ervan overtuigd dat ook klei een hele slappe bodem kan vormen. En dat daarvoor vaak dezelfde soort problemen gelden. Zoals ik al zei, van A tot Z. Oh wacht, hier laat ik nog even een paar fotootjes die je deels al gezien hebt. De effecten van de slappe bodemproblematiek in Nederland. De weg met het onderheide riool ertussen. Het meisje wat in het stevig gefundeerde huis woont, maar de straat zakt langs het huisweg. Rechtsonder ziet u dat ook als voorbeeld. En linksonder ziet u hoe de waterproblematiek in Gouda ja, de wegen bijna onder water staan. Ik laat het hier even bij en ik geef nu het woord aan Arjen. Almere, ik ben Arjen Snatersen. Ik werk sinds 2002 in Almere bij de dienst Stadsbeheer. Almere is een grote stad, maar ook een hele jonge stad. Almere kenmerkt zich door heel veel ruimte, groen, water, een goede infrastructuur, een uitstekende interne mobiliteit. Maar we hebben ook last van slappe bodem en bodemdaling. En daar ga ik het nu verder over hebben. Mijn verhaal is opgebouwd uit drie delen. Ik begin met een aantal feiten. Vervolgens kom ik op alternatieven die we geïnventariseerd hebben. En ik eindig met wat conclusies. Ik heb een vraag aan u. Herkent u deze plek in Almere of bij Almere? Oké, heel bekend dus. Heeft u enig idee hoeveel deze plek gedaald is sinds de inboldering in 1968? Roept u eens wat? Meer, het is meer. Bijna. Het is 1,60 meter. 1,60 meter in 40 jaar is 4 centimeter per jaar gemiddeld. Ja, dat dacht ik ook. Een kaartje van de bodemdaling in Nederland, een prognose. In paars de gebieden die het meest dalen. Nou, Oost-Groningen, dat weten we allemaal, de gaswinning. En ja, die andere plek is Almere. Deltares heeft een kaartje gemaakt van Almere met het voorkomen van veen. En de zwarte plekken zijn plekken met meer dan 5 meter veen. De bodem van Almere bestaat uit klei en veen. En het is nogal behoorlijk gedifferentieerd. Het is niet overal hetzelfde. Met behulp van SkyGeo hebben we de bodemdaling in het stedelijk gebied in kaart gebracht. In rood, de rode stippen, dat zijn plekken die meer dan 1 centimeter per jaar dalen. En u kunt zien dat het vooral het oosten van Almere de meeste rode plekjes heeft, dus het hardste daalt. Nou, wat betekent dat? Wat gevolgen heeft dat? Verzakkende verhardingen ten opzichte van onderheide objecten zoals woningen, maar ook bruggen en viaducten. Dat ziet u links. Dat is een voorbeeld uit de regenboogbuurt, 30 centimeter in 15 jaar. Dus dat is ook 2 centimeter per jaar. Het tweede punt is verzakkende riolering, ongelijkmatig verzakkende riolering, waardoor er afvoerproblemen ontstaan. De gemeente Almere neemt daar maatregelen voor om de gevolgen van die bodemdaling te herstellen. Dat is rioolherstel en groot onderhoud. Als we daaraan beginnen, dan doen de bewoners mee, die mogen participeren in de planvorming. Dat ziet u linksboven.
rechtsboven een plaatje van het rioolherstel. Linksonder, we halen de verhardingen weg, vervolgens een hele dikke laag zand eroverheen, 30, 40, 50 centimeter. Terug naar het oorspronkelijke pijl. En vervolgens gaan de verhardingen weer overheen. En dat kost ons als Almere heel veel geld. Het groot onderhoud, daar gaat 5 miljoen per jaar in om. Het rioolherstel gaat 3 miljoen per jaar in om. En een deel van deze kosten is gewoon veroorzaakt door de bodemdaling. We hebben in de afgelopen jaren alternatieven onderzocht. Die liggen zowel in de sfeer van ontwikkeling als in de sfeer van beheer. Bij ontwikkeling kun je denken aan bouw vooral op stevige bodem en niet op slappe bodem. In Almere kan je daar keuzes in maken. Je kunt denken aan het optimaliseren van bouwrijp maken. Vooral de zandlaag lang genoeg laten liggen voordat je erop gaat bouwen. Om de restzetting te beperken. Je kunt lichtgewicht materialen toepassen. En iets nog nieuwers is tiny houses, waterwoningen. Ik hoorde net bij de gemeente Woerden zelfs over drijvende wijken praten. Nou, dat zijn allemaal toekomstperspectieven. Wat wij in Almere wel belangrijk vinden is asset management en lifecycle cost benadering. Dus we willen graag kijken op de totale levensduur wat dan het goedkoopste uitpakt. En ook daar zag ik in het voorbeeld van Woerden een mooie berekening al. Dus daar ga ik zeker nog een keer langs. Een ander mooi idee is de plastic weg. Een idee van Volker Wessel, KWS. En op strategisch niveau in Almere was daar gelijk veel enthousiasme voor. Het is natuurlijk hartstikke licht en in tegenstelling tot asfalt of beton drukt het niet zo zwaar op de bodem. Ik meen dat het idee van Volker Wessel was om plastic uit oceanen te gaan inwinnen en omzetten naar weg. In Almere zouden we gewoon graag het plastic uit Almere op die manier tot plastic weg omvormen. Dit zijn nog toekomstidealen en dromen. Maar in Almere, daar is ruimte voor om dit soort dingen te gaan proberen. Een ander punt is dat als je toch eens in de 25, 30 jaren zo'n wijk ingrijpend aanpakt, biedt dat kansen om zo'n wijk aan te passen aan de moderne eisen. Klimaatadaptatie is daar één van. We gaan de komende jaren in de werven groot onderhoud doen. We hebben een studie laten doen door Martin Rauwvoest van hoe kun je nou deze wijk klimaatbestendig maken. He, over de komende decennia weten we dat de intensiteit van buien en regen steeds groter zal worden. Dus het zou mooi zijn om die wijk een grotere afvoercapaciteit te bieden. En dat kan door het bolle dwarsprofiel te vervangen door een hol dwarsprofiel. Bijkomend effect is dat je er ook minder hoeft op te hogen, dus dat scheelt ook weer. Dit is trouwens een maatregel die niet alleen bedacht is, maar die ook echt uitgevoerd gaat worden de komende jaren in Almere. Ik kom naar de conclusies. Ik heb er vier. Almere is een van de snelst dalende gemeenten in Nederland. Knoop dat in uw oren. De aanpak van de gevolgen van bodemdaling kost Almere veel geld. Almere zoekt alternatieven voor het omgaan met bodemdaling. En Almere zoekt graag de verbinding met u. Doet graag mee aan netwerken rond bodemdaling, klimaatadaptatie en circulaire economie. En ik geef nu graag het woord aan Allison Jenkins van de gemeente Zaanstad. Yes, dankjewel Arjen. Welkom allen. Mijn naam is Allison Jenkins, zoals al gezegd door Arjen, ook werkzaam bij de gemeente Zaanstad. Ik werk daarbij de afdeling visiespecialisten. Dat is onderdeel bij het stedelijk domein en onderdeel van de sector kennis en expertise. Ja, Zaanstad. Goed, eigenlijk spelen er in Zaanstad dezelfde soort problematiek als Almere. En zal ik proberen in te gaan op wat er aanvullend bij ons nog aan de hand is. Want Zaanstad heeft in die zin wel wat meer historie dan Almere. En dat zorgt voor een stuk karakter, maar ook voor een stuk problemen. Om te beginnen bij de bodem. Waar Arjen eigenlijk zei van god, wij kunnen kiezen tussen waar je op slappe en wat stevigere bodem kunt bouwen. Is dat in Zaanstad al een stuk lastiger. Zaanstad zit eigenlijk allemaal op veengrond, of in ieder geval door zand opgehoogde veengrond. En Zaanstad heeft dus een relatief hoge grondwaterstand. Ik heb het daar al even staan in de titel. Nu is dat een stukje natuurlijke omstandigheden, want dat veengebied is natuurlijk ontzettend drassig. Maar dat heeft ook zeker te maken met hoe wij jarenlang traditioneel
bouwrij maken met het ophogen van zand. Dat hebben we natuurlijk heel veel gedaan en dat doen we eigenlijk voornamelijk nog steeds. En goed, die druk van dat gewicht, dat verkleint natuurlijk ook steeds meer het maaiveld en het grondwater, die afstand. Maar wat we ook heel erg veel hebben gedaan, is het dempen van slootjes. En wat u hier ziet, is dit is een beetje een oude kaart van Zaanstad. Dan ziet u dat er hier nog heel veel slootjes zijn. En dat hebben we voor een heel groot deel gedempt. Maar goed, die slootjes hebben natuurlijk een functie. En op het moment dat je ze dempt, dan is het ook moeilijker voor het water om ja, weg te kunnen. En dan kan het juist eigenlijk tot een verhoging van die grondwaterstand leiden. Nou, zoals u zich mogelijk wel kunt indenken, is dat een hoge grondwaterstand lastig is in een plek waar je eigenlijk wil bouwen. Met een hoge grondwaterstand, dan komt het toch al snel in de kelders en in de kruipruimtes. Nou, dat leidt dan vervolgens ook weer tot schimmels en gezondheidsproblemen en allerlei andere aantasting van het gebouw. Dus ja, dat wil je eigenlijk niet. Dus dat is zeker een stuk problematiek. Maar goed, eigenlijk kan zetting tegelijkertijd ook leiden tot het onttrekken van grondwater. En nou, die verschilzetting dat kan leiden, dat ziet u in het linkerplaatje, tot lekkende riolen. En dan gaat dus juist die grondwater wordt meegezogen. En nu is dat in een gemeente als Almere niet zo'n probleem. Maar in Zaanstad hebben we houten funderingen. En als die droog komen te staan, dan is natuurlijk het resultaat paalrot. En ja, zodoende ook huizen die vervolgens gaan ineen gaan storten en alle andere problemen van dien. Dus dat is zeker iets dat speelt. Nou, het managen van dat grondwater, van de grondwaterpeil is dus een constante bezigheid in de gemeente Zaanstad. Daar hebben we, ja, dat moet dus ook gemonitord worden door flink wat pijlbuizen. Maar daarnaast hebben we ook heel veel drainage aangelegd. En er ligt al wel zo'n 100 kilometer aan drainage. En eigenlijk ziet u die drainage hier ook. En dat lijkt bijna een beetje die oude slootstructuur te gaan vervangen. Om het enigszins te kunnen reguleren. Nou, dit is niet leesbaar, denk ik, voor de meeste mensen. Maar ik zal de conclusie even toelichten van deze slide. Er waren werkzaamheden gepland in de openbare ruimte in Zaanstad. En vervolgens is een verzoek van de bewoner gekomen. Zegt, nou, bij rioleringswerkzaamheden is het belangrijk dat de grondwaterstand nabij mijn woning hetzelfde blijft. Om die woning overeind te houden. Dus dat geeft ook nogmaals aan dat dus ook bij de werkzaamheden in de openbare ruimte moet de gemeente Zaanstad daar extra aandacht aan geven. Wat dus ook extra investering en tijd kost. Het maakt dat gewoon een stuk complexer. En dat dan in combinatie met een slappe bodem, die natuurlijk sowieso meer vervanging vereist van de openbare ruimte dan een stad die op zand zit. Is dat best wel nogal een kostbare aangelegenheid. Nou, ik zit een beetje te denken dat gezien de tijd, maar even deze overslaan. Want eigenlijk is een belangrijke boodschap is dat we op dit moment dit probleem in Zaanstad, problemen waar we mee te maken hebben, voor een groot deel wel met de huidige symptoombestrijding, zoals het aanleggen van de drainage, toch maar weer dingen ophogen met zand. Daar kunnen we best een eind het een en ander mee oplossen. Dus op dit moment wordt bodemdaling, dat is zeker een probleem in Zaanstad, maar ontzettend urgent wordt het op dit moment nog niet beleefd. Omdat het dus nog steeds op te lossen is. Maar de vraag is nu, in hoeverre is de huidige symptoombestrijding richting de toekomst ook voldoende? Gezien we ja, wat verwachte ontwikkelingen op ons af zien komen, waar nou, Arjan ook al even het een en ander kort over aanstipte. Nou, allereerst wat belangrijk is, is dat er binnen de metropoolregio Amsterdam, waar Zaanstad een onderdeel van uitmaakt, wordt er eigenlijk een fikse bouwopgave verwacht. Er moet heel veel meer gebouwd gaan worden. Nou, dat willen mensen liever niet in het groen. Wil Zaanstad liever ook niet in het groen. Dus dat wordt binnenstedelijk. Maar goed, als je binnenstedelijk gaat bouwen, wat betekent dat dan voor je openbare ruimte? Voor het nog complexer daarvan maken, nog meer voorzieningen daarvoor nodig hebben. Dat ook moeten blijven vervangen. Hoe haalbaar is dat? Nou, dan hebben we daarnaast natuurlijk klimaatverandering. Nou, dat houdt in eigenlijk meer en meer piekbuien. En het probleem natuurlijk met die piekbuien is dat je die ook zo snel mogelijk moet kunnen afvoeren. Doordat Zaanstad een relatief hoge grondwaterstand heeft en in sommige buurten is dat afstand tussen het maaiveld en het polderpeil is maar zo'n 50 centimeter. Is dat best wel lastig als er een flinke bui valt om dat gewoon via het maaiveld meteen de bodem in te laten zakken. Want dan blijft dat alsnog heel erg nat.
Maar om alles af te voeren via het riool, dat is ook niet haalbaar voor die piekbuien. Dus wat ga je daar dan mee doen? Nou, Arjen had al een idee laten zien in de openbare ruimte hoe je dat anders in kan richten. In Zaanstad zijn we daar ook aan het kijken. Maar ik denk dat het sowieso goed is om na te denken van deze effecten komen op ons af en hoe gaan we daarmee om? Nou, dan als laatste een uitstapje van het binnenstedelijke naar meer het landschap, want dat is ook belangrijk voor Zaanstad. Toerisme is namelijk een groeisector in de MRA. Nou, daar wil Zaanstad ook heel graag gebruik van maken. En waar komen die de toeristen dan voor? Die komen voor de Zaanse Schans, voor de typische Zaanse huisjes, de molens, het open landschap, het open gebied. En wat gaat een intensieve gebruik van dat gebied eigenlijk betekenen? En daarbij is heel erg belangrijk dat er op dit moment ook agrarische activiteiten zijn in ons buitengebied, die juist zorg dragen dat dat landschap open blijft. Dat open landschap wat nu zo gewaardeerd wordt. En hoe haalbaar is dat om dat te behouden? En wat betekent dat dan vervolgens voor toerisme? Nou, dus zo zouden nog best wel zo al richting die toekomst dromen, komen dus toch steeds meer wat vragen naar voren. Daar vullen nog wel meer te verzinnen. Nou, dit soort kwesties denken wij vragen eigenlijk best wel wat misschien nieuwe manier van denken of nieuwe innovatieve oplossingen. Nou, en daar willen we in ieder geval aan het eind van onze presentaties heel graag samen met u over in gesprek. John, dan geef ik hem terug aan jou. Oké, we hebben nu van A tot Z zijn we door het hele land getrokken. We hebben de problematiek vanuit het oogpunt Almere gezien. Nou, B tot en met X, tot en met E hebben we even overgeslagen. Maar dan kan u kunt daar vanzelf van alles ook bij verzinnen. En uiteindelijk zijn we in Zaanstad terechtgekomen. Wat daarbij opvalt is dat we een aantal overeenkomsten zien, maar ook een aantal verschillen. En als we alle gemeenten in de slappe bodemgebieden en bodemdalingsgebieden zouden gaan beschouwen en bespreken, dan zullen we elke keer een aantal zaken zien die telkens terugkomt. De generieke zaken, en er zullen ook altijd weer verschillen zijn. De overeenkomsten, de schade aan de infrastructuur, de hoge onderhoudskosten, de problematiek van de slappe grond. Wat er verschilt tussen Almere en Zaanstad. Zaanstad met veel oude bebouwing, op houten palen gefundeerde bebouwing. Je hebt tussen de verschillende gemeenten kleine kernen in het poldergebied soms. Soms grote steden als Almere, Zaanstad, Amsterdam. En dat betekent dat eigenlijk elke stad, er zullen oplossingsrichtingen zijn, maar voor elke stad zou je opnieuw moeten bekijken wat zou je oplossingen op maat moeten verzinnen. En wij denken dat dat alleen maar kan door het samen te doen. En door je doet dat samen, omdat je niet met z'n allen het wiel wil uitvinden. Nou zei laatst iemand tegen me van, ja, maar als er twee mensen het wiel uitvinden, dan kan je ook een fiets bouwen. Dus dat heeft ook zijn voordeel, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen één keer het wiel uitvinden en dan willen we rijden. Het zal nodig zijn om ook eens een keer wat out of the box te denken. En een paar voorbeeldjes daarvan, die laat ik u hier heel snel even zien. En dan hebben we het over dingen als de onderwaterdrainage. We hebben het over toemaak, het afdekken van het veen met bijvoorbeeld met slip wat uit de sloten komt, zodat de oxidatie geremd wordt. Rechtsboven ziet u het verstenen van zand, maar linksonder zie je ook het verharden van veen door allerlei zaken toe te voegen. De tiny houses zijn al genoemd. Die kunnen heel klein zijn, maar die kunnen ook best nog wel groot zijn. Desnoods zet je ze op wielen. Weer een andere richting waar je aan kan denken is van, ja, moet
Nederland nou wel altijd zo ingericht zijn en blijven als dat het nu is, waarbij elk huisje, elk boompje, elk beestje bereikbaar is met elke vrachtwagen, hoe zwaar die ook is. Vinden we dat nodig? Of zouden we bijvoorbeeld ook meer aan vervoer te water en dergelijke kunnen doen? En dus er is van alles te bedenken en dat kunnen wij vanuit Deltares of vanuit de gemeenten zouden we dat natuurlijk best kunnen we achter een bureau gaan zitten en het allemaal gaan uitvinden. Maar ja, we willen eigenlijk, en dat gaat Alison zo even toelichten, u aan het dromen en het denken zetten. Alison, laat ze dromen. Ja, dankjewel, John. Goed. Onze idee voor de discussie is eigenlijk dat we met z'n allen gaan dromen over die stad in 2050. Want ja, hoe ziet die er nou uit? John zei het al, we moeten eigenlijk met z'n allen daar samen tot nieuwe ideeën komen. Omdat we niet denken dat we dat in ons eentje kunnen doen. Arjen had al wat voorbeelden genoemd van nieuwe ideeën. John ook. Maar ja, we hebben natuurlijk de waarheid ook niet in pacht. En als we dan denken over die stad in 2050, dan denken we dat het ook heel erg belangrijk is om rekening te houden met bepaalde trends en ontwikkelingen die er spelen. En niet alleen om daar rekening mee te houden, maar dat biedt mogelijk ook wel hele interessante kansen en nieuwe perspectieven voor innovatieve oplossingen. Nou, ziet ze hier allemaal staan, kunt ze zelf denk ik wel lezen. Ik denk dat iedereen wel begrijpt wat hier staat. Ik wil wel even checken of dat de term circulaire economie bij iedereen bekend is. Zijn daar vragen over? Moet dat uitgelegd worden, toegelicht? Nee, iedereen die snapt dat. Nou, dan eigenlijk wil ik u dan uitnodigen om uw droombeeld, om daar eens even een momentje over na te denken. Hoe ziet uw stad van 2050 eruit? En dan misschien wat specifieker, hoe zou uw huis er in 2050 nog uit moeten zien? Hoe moet er nou gebouwd worden in 2050? Hoe moet die openbare ruimte nu ingeregeld worden? Als je denkt aan een deeleconomie, als je denkt aan een gebruiker die steeds meer centraal staat, aan zelfvoorzienendheid, aan tegelijkertijd die bouwopgave die er is. Hoe moeten we dat dan met z'n allen gaan doen? Dus misschien is het goed om daar even een klein momentje voor te nemen en dan ga ik gewoon even toelopen naar iemand in de zaal. Oké, nou. Ik hoor het kraken. Ik hoor het ook kraken, ja. Ja. Mag ik jou vragen wat voor ideeën jij hebt? Ja, dan moet ik opstaan. Ik vond het wel grappig om te horen net bij de vorige sessie hierboven. Een meneer die zijn huis flexibel en meedalend met de bodem wilde bouwen en dat lukte hem niet. Dat is toch eigenlijk best een frustrerend idee. Dus dat is iets wat in ieder geval geregeld moet worden. Dat als je in 2050 je huis bouwt, dat het dan wel mogelijk is om hem gewoon te laten kunnen meezakken met de bodem. Dat die flexibiliteit in ieder geval wat vergroot wordt. Dat je niet als je nu een keus maakt, dat je daar over 20 jaar nog steeds aan vast zit. Dankjewel. En hoe zien mensen dat voor de openbare ruimte? Heeft u daar een idee bij? Van de openbare ruimte lijkt me heel moeilijk inderdaad in die zin. Ik heb infrastructuur bij je en kijken naar wat voor dingen je moet inrichten, hoe je moet inrichten. je ziet al verzakking van een riool. Hoe ga je daarmee om? Ja, druk riool zou een mogelijkheid kunnen zijn. De mogelijkheid om te laten flexibel laten worden, is riool is lijkt me heel moeilijk. Dus nog een goede vraag. En wat zegt u ervan als er misschien geen riool meer aangelegd hoeft te worden, omdat het allemaal meer decentraal en zelfvoorzienend is? Is er iemand die daar wat in ziet? Oh, ik zie daarachter een vinger. Ga ik even helemaal naar achteren hier. Ja, ik ben toevallig met een plan bezig. En dat is een alternatief idee voor Eiburg 2. Dat is klimaatbestendig, gaan we dat bouwen. Gewoon 1,5 meter boven het water. Circulaire economie. We gebruiken hergebruik grond wat in de regio vrijkomt en bagger uit het Markermeer. De gebruiker staat centraal. Nou, dat is
logisch. De bewoners bepalen zelf hoe daar gebouwd wordt en niet de stedenbouwkundigen. Dat is nog wel een dingetje. Zelfvoorzienend, eigen riool. Van het rioolwater maken we drinkwater. En flexibel, nou, flexibel bouwen, dat is al standaard. Dus. En hoe interpreteert u dat dan, dat flexibel bouwen standaard is? We maken gebouwen en de invulling is flexibel. Dus het is niet meer dat we voor senioren bouwen of voor jongeren. Of we maken een gebouw. En dat plan van mij is uitgewerkt door Rudolf Das, virtoloog. En die heeft ook gekeken van, nou, als iemand een groot huis wil, dan neemt hij gewoon 2 appartementen. En dan wil hij werken thuis, dan neemt hij misschien nog een appartement erbij en dan gaat hij daar, wordt zijn kantoor. En dan wil hij dat niet meer, verkoopt hij het, maakt het deurtje dicht en verkoopt hij daar zijn appartement. Dus ja, en die man is 85 en we kunnen daar nog veel van leren. Ja, dank u wel. Heeft iemand anders misschien een droombeeld of een reactie op wat er gezegd is? Oh, ja, nou. Nou, wat al een interessante vraag is, is de vraag ook mogen staan, begrijp ik. Ja. Anders kun je het voor niet zien. Wat ik wel interessant vind, is er een bouwopgave in die regio Amsterdam. Maar moet nou bodemdaling ook niet een rol spelen in de ruimtelijke ordening in Nederland? We hebben geen landelijke regime met de ruimtelijke ordening. Maar we bouwen dus wel alles op een plek waar het buitengewoon lastig is. Moet ruimtelijke ordening niet een rol gaan spelen in waar we bouwen en ondernemen? Ja, dat is een goede vraag. Misschien kan ik de wethouder van Zaanstad vragen daarop te antwoorden. Dat kan. Nee, dat is een hele goede en hele terechte vraag. En je ziet dat er, of de mensen die daar verstand van hebben, die zeggen er worden in de MRA 200.000 tot 300.000 woningen voorzien extra tot 2040. Als ik daar dan vanuit het Zaanstad naar kijk, dan zien wij dat vanuit de overheid als een kans om te investeren in de stad, om zwakke plekken te verbeteren, om woningdiversiteit. Nou, een heleboel kansen zien we daarin. En tegelijkertijd is dan ook de vraag, ja, hoe gaan we dat doen? Want we willen niet in het groen, moet binnenstedelijk, Zaanstad traditioneel een mix van wonen en werken. En dan zie je ook dat er in de politiek mensen zijn die zeggen, ja, je moet het helemaal niet willen. Het is een ingewikkelde opgave. Laat die mensen maar in Drenthe blijven wonen. En dat is dan een interessant vraagstuk. Want je ziet gewoon dat in Amsterdam is de druk op de woningmarkt is enorm. Dus voor een deelte hebben we als overheid denk ik vaak de illusie dat we daarin kunnen sturen. En voor een ander gedeelte zie je gewoon dat er mensen komen. En ze komen. En ze willen ergens wonen. Er is markt. Daar ontstaat er gewoon een enorme druk op de bestaande woningvoorraad. Ik heb een zoontje van 5 en een zoontje van 4. En ik wil graag dat die in de buurt blijft wonen. En dan moet ik dus zorgen dat er woningen zijn. En denk nu niet dat ik alleen maar wethouder ben voor mijn eigen belang. Dat vraagstuk, dat geldt voor heel veel Zaankanters. En dus wij hebben ook, om maar een ander voorbeeld te noemen, op de sociale woningmarkt wachtlijst van 8-9 jaar. Is onacceptabel, vindt iedereen. Dus aan de ene kant is die vraag heel terecht. En aan de andere kant is er een soort van autonome beweging die druk op de markt gewoon veroorzaakt. En ziet u kinderen dan misschien wonen in een tiny house, een lichtgewicht huis? Nou, ik vind dat er op dit moment heel veel spannende dingen gebeuren. Ik heb net ook bij de andere presentatie gezien om helemaal drijven te gaan bouwen. Ik ben zelf bezig met een project in ons stadshart in Verdan, waarbij we 0 op de meter woningen gaan bouwen. Dus die helemaal zelfvoorzienend zijn voor hun elektriciteit. En geen gas meer gebruiken. Dus er gebeuren heel veel dingen. En ik denk dat het best wel kan zijn dat we in 2050 een heleboel dingen technisch gewoon hebben opgelost. En dan zie ik inderdaad nu in de openbare ruimte zie ik dingen waarvan ik denk van nou zo'n riool als je dat zou kunnen oplossen in de eigen omgeving van de woningen, dan hebben we daar een groot probleem mee opgelost. Tegelijkertijd zijn die oplossingen er nu in 2016 nog niet. Nee, dat is zeker waar. Maar goed, daar werken we natuurlijk dan met z'n allen heel erg hard aan. Heeft iemand nog een reactie op wat er tot nu toe gezegd is? Jij wilde misschien nog wat... Ja, nou. Ik ben eigenlijk al geweest. Maar,
Ja, ik werk nu toevallig voor het waterschapsbedrijf Limburg, waar ze bezig zijn met een lange termijn op afvalwater. En ja, daar zie je ook wel dat er ideeën van steeds decentralere zuiveringen en het in ieder geval het idee dat je af wil van die dure en die moeilijke infrastructuur voor afvalwater, dat echt wel een ontwikkeling is die duidelijk wordt ingezet. Dus het zou me niks verbazen als het hebben over 2050... dat iedereen dan gewoon een soort van membraanfilter de grootte van een koelkast in zijn kelder heeft staan, waar gewoon het water wordt gecirculeerd. Dat je je eigen afvalwater kunt zuiveren. Het zou kunnen. Wilt u nog wat zeggen? Nee? Geen kelder, nee. Oh ja. Ja, wacht even. Nou, ik wil graag reageren op het laatste wat ik hoorde. Ik zat net in bij Woerden en daar zeggen ze we gaan voor 100 jaar life cycle cost berekeningen toepassen. En toen werd gevraagd, moet je niet op deze manier gaan bouwen? Moet je niet op deze manier doen? Moet het niet altijd zo gebeuren? En dan vind ik zo'n opmerking een hele spannende. Want als wij een kwalitatief goed riool gaan bouwen wat 100 jaar kan blijven liggen, waarbij wij keurig lifecycle kost gaan berekenen, dat we het gaan afschrijven in 2085. En dan blijkt dat we in 2041 het zo opgelost hebben dat we helemaal geen riool meer nodig hebben. Dan blijkt het toch een hele dure oplossing te zijn. Ja. Dus toch meer inzet op zelfvoorzienende woningen bij nieuwe ontwikkelingen. Wil je ook nog wat zeggen? Joke van Wensum, voorheen werkzaam voor de Technische Commissie Bodem. Dus daar spreek ik ook nog even voor. Ik ben hier in beeld. Ik vind het wat ongemakkelijk dat we praten over wat we in de stad zouden moeten doen zonder het omland daarin mee te nemen. Dat viel me vanmorgen ook op dat zeg maar pijlbeheersing toch de moeder van alle dingen is in dit land. En tenminste in ieder geval als we over Veenweide praten, dus dat zou ik er zeker bij willen nemen. En als je naar de grote lijnen kijkt, dan zie je in Nederland een enorme beweging om ons steeds vaster en dieper in te graven in onze bodem. We willen ruimtelijke ordening voor de ondergrond. We willen steeds meer voorzieningen in de ondergrond. Terwijl ik denk, als je het hebt over droombeelden, dat we helemaal de andere kant op moeten en juist veel losser van die bodem moeten komen. En die bodem als een, weliswaar als ruimte zien, maar dat we goed nadenken over wat je daar nog mee kunt. En de TCB heeft wel eens ergens opgeschreven in een klein zinnetje van, is het niet verstandiger om alle economische activiteiten meer naar het oosten en het zuidoosten van het land te verschuiven? Het heeft zelfs in een rapport van het PBL, moet ik even naar de voorloper van het PBL gestaan ooit. Maar we blijven volhouden dat we in Amsterdam en Zaanstad en Gouda moeten wonen. Ja, dank u wel voor de bijdrage. Het is inderdaad waar dat deze presentatie en de insteek hiervan ook wel bewust een beetje meer gericht was op het binnenstedelijke problematiek. Maar allicht een goede aanvulling in het landschap is zeker ontzettend belangrijk. En dan blijft dus ook de vraag wat meneer Verschuren eigenlijk ook al zei. Hoe maakbaar is dat? Dat we de economie daar naartoe gaan verschuiven. En is dat dan iets wat we met z'n allen gezamenlijk kunnen oplossen? Of moeten dan toch eens van hoger hand beslissingen gemaakt worden? Of wat gebeuren? Of hoe ziet u dat? Hoe we daar eigenlijk gaan komen bij die stad in 2050? Nou ja, dat is heel simpel. Je begint met geen wegen meer in het westen van het land aan te leggen, te verbieden. Nieuwbouw, zeker op veengebieden. Als dat zo is, dan wordt het zo duur in het westen dat men vanzelf naar het zuiden en het oosten gaat. En je zorgt ook dat de industrie, wat we aan nieuwe industrie gaan doen, dat die ook daar, dat is toch nieuw, dus waarom zou je dat hier gaan bouwen? Maak het aantrekkelijk in het oosten van het land. Dan gaat het allemaal vanzelf. De economie stuurt wel. Oké, dank u wel. Heeft iemand anders daar, naar achterin? Oh, ja, nou dat is ook meteen de laatste vraag, of opmerking. Nog een vraagje, hoe zit dat ook alweer met mijnbouw in Groningen, Limburg? Als reactie op zijn stelling. Met Oost-Groningen bedoel je? Of ja, verwacht dat iedereen dus naar het oosten gaat. Maar ik meen me te herinneren dat er in Groningen en in Limburg problemen zijn met bodemdaling door gaswinning, mijnbouw. Dus hoe haalbaar is het? Ja, goed. Nou, dan ga ik nog maar even gauw naar deze mevrouw als afronding.
alsof het oosten van Nederland, ik kom uit Arnhem, by the way, alsof het oosten van Nederland alleen uit Oost-Groningen en uit Limburg bestaat. In Limburg komt de bodem omhoog, dat is nog weer iets heel anders. En in Oost-Groningen, ja, in die circulaire economie en duurzame energievoorziening gaan we geen gas meer winnen. Dus die bodemdaling die zou daar op een gegeven moment gewoon moeten stoppen. En bovendien, ik ben ervoor dat we kwelders weer gaan aanleggen en dat we aan landwinning gaan doen. Omdat zou ook nog een aanzienlijke aanvulling kunnen zijn op allerlei maatregelen. Oké, dankjewel voor delen van jullie ideeën en droombeelden. Helaas moeten we het afronden. De tijd is op. Ik nodig jullie zeker uit en samen met mij, John en Arjen, om in de pauze met z'n allen door te blijven dromen en denken. Want ja, samen moeten we het doen. Dankjewel voor jullie aandacht.